Voor patiënten met een bijnierschorsinsufficiëntie is het heel belangrijk dat ze onder omstandigheden van ernstige ziekte hun medicatie verhogen. En wanneer ze hun medicijnen niet goed in kunnen nemen, dat het door middel van een injectie toegediend wordt. Nou, zo'n situatie doet zich niet zo heel vaak voor de gemiddelde patiënt 1 keer per 5 tot 10 jaar. Maar dan is het wel belangrijk dat je weet wat je moet doen. En in de praktijk loopt dat toch wel eens een paar keer mis. We hebben patiënten daaraan verloren. Nou, dat was reden voor ons om een aantal jaren geleden te starten met de groepsbijeenkomsten. En de bedoeling daarvan is om patiënten van elkaar te laten leren hoe je nou het beste met dit soort omstandigheden om kunt gaan. Patiënten moeten dan ook weten hoe ze die medicijnen in moeten spuiten. En ook daar leggen we tijdens de groepsbijeenkomsten erg de nadruk op. Patiënten leren dat met elkaar om dat zelf te doen. Nou, wat je ziet is aan de onderkant dat die poeder zit en boven zit die vloeistof. Ik zou zeggen, druk hem een keer in, zodat je voelt hoe het is om zo'n ampul in te drukken. Kijk, normaal dan heb je dat spul thuis liggen en je hebt het misschien maar 1 in de 3 of 4 jaar nodig. Maar je moet wel een beetje vaardigheid hebben, een keer in je handen gehad hebben, om te weten hoe het voelt. Hij moet eraf trekken. Ja, in 1 beweging. Je moet even een kracht zetten, hè? Want hij mag er ook niet zomaar af kunnen vallen. Hè? Dus, en hou hem op de kop. Hartstikke goed. En help elkaar maar even. Zo is het klaar. Wat het oplevert voor de patiënt is denk ik een duidelijk meer zelfvertrouwen. Patiënten weten gewoon wat ze moeten doen. Laten zich niet meteen afschepen door de huisarts of de waarnemende huisarts die dit ziektebeeld vaak erg weinig tegenkomt. Neem het heft zelf in handen. Wanneer ze op de eerste hulp komen, dan zullen ze ook benadrukken dat ze eigenlijk meteen zo'n injectie nodig hebben. En dat er niet allerlei eerst bloedonderzoek, foto's maken en dan overleg en daarna nog eens een keer verder nadenken. Nee, meteen die injectie moet erin en daar zullen patiënten zelf voor opkomen. Dus het is een vorm van empowerment van de patiënten. Ik denk dat het gelukt is om de verbetering tot een succes te maken door het enthousiasme van alle betrokkenen. Dat geldt voor de verpleegkundigen die erbij betrokken zijn, de verpleegkundige onderzoeker die ook onderzoek doet naar het succes van deze sessies en naar de verhoging van het kennisniveau van de patiënten. En niet in de laatste plaats door de patiëntenvereniging. De patiëntenvereniging is betrokken geweest bij het opzetten van deze sessies en is ook altijd aanwezig. Het is denk ik vooral de samenwerking tussen de professionals en de patiënten en de patiëntenvereniging die dit project tot een succes gemaakt heeft.